BV Veendam speelde gisteravond slap en kon weinig creëren. Eerst gevaar na 20 minuten uit een spelervatting en direct een doelpunt. Ewald Koster met het hoofd. Zijn eerste doelpunt in dienst van Veendam. Weinig kansen, maar wel zeer effectief. Stormvoogd Telstra staat onderaan in de eerste divisie en heeft 11 wedstrijden op rij verloren. Maar de gasten speelden in de eerste helft beter dan Veendam. Holwijn met een goede kans. Daar had de aanvaller gelijk moeten maken. Dan goed druk zetten van Woudenberg. De ruimte ligt er dan bij Schaken. Voorzet wordt nog weggewerkt in de voeten van Woudenberg. Alleen zijn inzet is te slapjes om Van Strien, de doelman van Stormvogels, het moeilijk te maken. Dan opnieuw de gasten. Holwijn zoekt naar de ruimte, vindt een klein gaatje en schot net naast. Telstar was op zoek naar de gelijkmaker en eerlijk gezegd, ze verdienden de 1 tegen 1 ook wel. Opnieuw Telstar, voorzet naar Jan Bruin, de oud-gediende. Net niet. En zo blijft het 1-0. Dat is ook de ruststand. In de tweede helft opnieuw een hoekschop voor Veendam. Slecht weggewerkt, bal voor de voeten van Veldmaten en hij scoort voor Veendam 2-0. Het is zijn 7e en daarmee is hij samen met Buurmeijer topscorer van Veendam. En zo lijkt de wedstrijd dan ook beslist in het voordeel van de thuisploeg. Het kan nog meer worden. Goede uittrap van Dietwig. Alfonso kopt hem door en Schaken die heeft dan de ruimte en kan de wedstrijd dan ook definitief beslissen. Een listig lopje van de aanvallen van Veendam. Alleen het vizier staat net niet goed. Stormvogels mag dan een vrije schot nemen omdat Dietwig een terugspeelbal in zijn handen pakte. Holwijn, bal onderkant lat. Dan nog de rebound van Willemsen. Alleen Telstar heeft ook weinig geluk. In de slotfase Seintje zet de turbo erop. Voorzet en de bal wordt dan via Correa tegen de paal gewerkt. Zo blijft het 2-0. Veendam wint moeizaam, maar pakt wel de punten en behoudt de aansluiting met de subtop.